Ze is winnares van het puntenuitconcours. Een van de winnaressen van het puntenuitconcours van vorig jaar. En misschien kan je iets vertellen hoe je het hebt ervaren destijds om mee te doen met het puntenuitconcours. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik vond ook de reacties heel leuk op hoe ik had gezongen en zo. En ik vond ook de kritiek die ik kreeg vond ik heel fijn. Daar kon ik van leren en zo. Ja, want de jury die zei bijvoorbeeld van een prachtige stem en daar gaan we zeker nog wat van horen. Wat doet dat met jou? Nou, dat geeft je wel nog even spirit om door te gaan natuurlijk. Ja, want je zit eigenlijk nog maar 1 jaar op zangles. Ja, ik zit 1 jaar, ja. Okay. En ben je er pas 1,5 jaar geleden achtergekomen dat je kon zingen? Of hoe is dat gegaan? Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik zong eigenlijk altijd al. Want ik was altijd aan het praten vroeger. Dan zette mijn moeder gewoon de muziek aan, want dan stopte ik met praten. Dus zo is dat een beetje gebeurd. En toen, ja, ik zong gewoon altijd al. Ik weet niet. Toen dacht ik 1,5 jaar geleden, ik ga gewoon op zangles. Dat vind ik leuk, kan ik meer leren en technieken en zo. En dat ging schijnbaar heel erg goed. Wat vind je mooi aan klassiek? Nou, het heeft heel veel gevoel heeft het in zich. En ja, het is gewoon, ja, gewoon heel, heel leuk. Oké, je gaat vandaag 3 stukken zingen voor de mensen. Misschien kun je ze even introduceren. Ik ga zingen Wherever You Walk van Handel. En dat gaat over koning Salomo. En die bezingt de schoonheid van zijn tuinen. Daar loopt hij doorheen. Ik ga nog I Know That My Redeemer Lives zingen. Die is ook van Handel. Dat heb ik ook al gezongen op het filmpje. Ik weet dat mijn verlosser leeft, betekent dat. En ik ga Piesu zingen samen met mijn zanglerares Maria. De zanglerares, die kan misschien even gaan staan. Oké. Okay. Nou, laten we gaan luisteren naar het eerste stuk. Succes! Shall send a gleam.
Iedereen die nog is binnengekomen, van harte welkom. We luisteren naar Wietske van der Vecht. Ze is een van de winnaressen van het Punt Uit Concours. En zal nu een tweede stuk gaan zingen die ze ingestudeerd heeft. Wietske, welk stuk ga je nu zingen? I Know That My Redeemer Lives van Handel. Oh, dat is ook het stuk die ze heeft ingestuurd voor het Punt Uit Concours. En dan hierna zal nog volgen het Pie Jesu van Weber. En die zal ze samen met haar zanglerares zingen. Christ, praise the Lord.
Ja, dat applaus was het denk ik wel waard, ja. Voor de mensen die nu nog weer zijn aangesloten, we luisteren naar Wietske van der Vecht. Ze is het winnares van het Punt Uit Concours. En ga nog gerust zitten, want nu komt het laatste stuk. En volgens Wietske was dat wel heel erg mooi. Misschien dat de zanglerares nog iets over kan zeggen. Waarom is dit stuk zo mooi? Pia Jesu van Andrew Lloyd Webber is een ongelooflijk mooi stuk. Omdat het een duet is, is het natuurlijk wat afwisselender. En onze stemmen passen ook heel erg goed bij elkaar. Dus dat is voor ons een grote vreugde om te doen. Mooi, we gaan naar luisteren. Nou, daar konden we wel ademloos naar luisteren, denk ik. Nu heb ik nog één vraag aan je. Want je bent nu 15 jaar nog maar. En je zit nog op school, denk ik gewoon. Heb je nog plannen om iets met je zangkwaliteiten te gaan doen? Na je schooltijd? Ja, ik zou het natuurlijk heel leuk vinden om gewoon verder te gaan met muziek. Want dat is gewoon wel mijn passie helemaal. Dus. Maar zie je bijvoorbeeld het conservatorium voor je? Of? Ja. Super. Nou, dames en heren, dit was de laatste keer dat we konden luisteren naar een finalist van het Punt Uit Concours. Nog eenmaal een daverend applaus voor Wietske van der Vecht en natuurlijk haar zanglerares. APPLAUS